Alfons Levens, dichter en kritische schrijver, is gisteren donderdag 2 maart overleden. Levens was van huis uit Nederlands docent en ook voormalig journalist. In Suriname doorliep hij de kweekschool voor onderwijzers en studeerde psychologie in Nederland. Levens heeft als docent in Suriname, in stad, district en binnenland gewerkt, waardoor hij een zeer brede kijk had op de ontwikkelingen in Suriname. Als actief bestuurslid van de schrijversgroep 77 wist hij actief de positie van de Surinaamse schrijvers te bevorderen binnen de gemeenschap. Levens probeerde in elke stap van de keten bij zijn eigen publicatie en bij die van anderen ondersteuning te bieden. Alfons Levens is een broer van minister Marie Levens van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en van de in Nederland zeer bekende dichteres Polly Levens. Levens werd 73 jaar oud.